Vice-president Ronnie Brunswijk zegt dat de nazaten van de tot slaafgemaakte meer dan ooit moeten bundelen om de handen ineen te slaan. Hij sprak journalisten eerder deze week voor aanvang van de vergadering van de ministerraad. De functionaris benadrukt dat er verdeel- en heerspolitiek heerst tussen de verschillende zwarte mensen en dat daarom een verzoeningsdag georganiseerd is te Mapane. We hebben dit is de derde keer die wij hebben getracht om de eenheid binnen de Afro-Surinamers, zoals je zo wil noemen, te brengen. En je ziet het, we waren vanaf de slavernij, toen de slavenmeester de enkele verdeel- en heersstatiek toepassen. En dat blijft, dat is zo gebleven, dat verdeel en heers. Kijk maar naar deze gemeenschap. En wanneer je nu ook Hindustanen, Javanen, alle andere groeperen bij elkaar neemt, dan zie je dan, dan heb je een probeer rassensentimenten, ja mensen naar Hindustani, ja mensen naar. Wat ik probeer te doen is dat bij ons hebben we al een startsein gegeven, waardoor we bij de eerste zondag, en ik denk van januari, ik denk dat het moet zijn 5 januari, gaan wij die brasserie organiseren. De vice-president geeft aan dat hij tevreden is met de opkomst bij de verzoeningsdag. Hij stelt dat de brasserie die op 5 januari gehouden wordt bedoeld is om alle bevolkingsgroepen te bundelen. De locatie wordt nog bekendgemaakt na overleg met de president.